We hebben er 38 jaar op moeten wachten met het Nederlandse wielrennen. Weet u nog? Waarschijnlijk niet meer, want het is een eeuwigheid geleden. Joop Zoetemelk krijgt een opvolger. En natuurlijk is dat Mathieu van der Poel. Hij is er toe in staat. Een schot in de roos in Glasgow. Ongelooflijk goed. Weer galoos gekoerst. In zijn eentje. Glasgow is van hem. Hij is wereldkampioen 2023. Bewondering alom op alle gezichten die je hier ziet bij de finish. Totale bewondering. So very, very back.